Vandaag is de eerste editie van de Prachtmarkt. We staan hier bij de Grote Kerk aan de Lolaan en we gaan even een kijkje nemen. Frank, eerste editie van de Prachtmarkt. Ja. Wat is er anders aan de Prachtmarkt dan andere markten in Apeldoorn? De diversiteit, denk ik. De locatie. We staan bij een prachtige kerk. Het is open monumentendag, dus daar trekt mensen. En het is ook nog open orgeldag. Er zijn al een paar organisten geweest. En dan kan je hier naar binnen en je kan hier echt overal van kunst tot keramiek, tot wat springkussens, informatie over allerlei duurzaamheid, lekker eten, streekproducten. Ja, er is echt heel veel. Wanneer is het evenement volgens jou geslaagd? Het is al geslaagd. Het is de eerste keer dat we het organiseren, dus er zijn natuurlijk altijd een aantal dingen die wat minder lopen. We hadden een groot speelstuk voor kinderen. Ja, dat paste niet. Er zijn hier haast geen kinderen, dus die zijn... die man die was er al om 6 uur 's ochtends. En die zijn naar huis gegaan. En ook de suikerspin. Ik was net bij de en die had al voor €16 verkocht. Dus dat is heel jammer. Maar daar moeten we van leren. De eerste keer is goed gelukt. We hebben ontzettend veel tijd ingestoken. Ik ben langzamerhand een beetje gesloopt, maar ik ben wel heel tevreden. Nol, je staat hier op de Prachtmarkt. Wat voor moois heb je allemaal te bieden? Ik hou me bezig met houtdraaikunst. Ik maak van oude meubels, van oude damwanden, in ieder geval van hout wat al een keer gebruikt is. Daar maak ik weer nieuwe dingen van, nieuwe creaties. Hoe ben je er zo bij gekomen en wat maak je zoal? Eraan gekomen is eigenlijk een heel lang verhaal. Dat zat in de genen van mijn ouders en van mijn grootouders zelfs. En daarnaast vind ik het prachtig werk om met hout bezig te zijn. En zeker nu tegenwoordig in de wegwerpmaatschappij, dat oud hout wat al een keer gebruikt is, zomaar in de kraakwagen of in de open haard terechtkomt. En daar probeer ik dan weer wat van te maken. Kun je een aantal voorbeelden noemen wat je zoal gemaakt hebt van oud hout? Ja, bijvoorbeeld een oud gebinte uit een boerderij in de Achterhoek van 200-300 jaar oud. Daar heb ik een prachtige kandelaar van gemaakt. En van oude tafels of meubels. En ik heb daar van een oud gebint of een schouw en oude dingen uit de gymzaal, een aaibol. Daar kan je heel zacht en heel goed met je handen over aaien. Verkoop je dat ook? Ik probeer het wel te verkopen, maar dat werkt niet. Er is weinig interesse. Iedereen die vindt het prachtig en die is heel enthousiast erover, maar verkopen gewoon maar.
op naar de tweede editie voor volgend jaar. Wij gaan dit zeker nog een jaar doen. En eigenlijk wilden we het 5 jaar doen. Mocht het een succes blijven, ja, dan moet het een begrip in Apeldoorn worden. Dan dat je zegt, we gaan naar de pracht. Maar oh ja, dat was ik vorig jaar ook. Dat was leuk en er is van alles te doen en van alles te zien. Nou, dat is er ook. Ik wil mijn vrouw Yvonne bedanken. Want die heeft er ook ontzettend veel tijd in gestoken. En zonder mijn vrouw had ik het niet gered. Zoals ik het leven lang al niet red zonder mijn vrouw. Wat mooi om te horen. Ja, dat is ook lief. Yvonne, we staan hier bij de Prachtmarkt. Je hebt meegeholpen met de organisatie. Je bent heel druk mee geweest. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, we zijn gestart met een idee. 2 jaar geleden al hebben we de Lodewijkparade gedaan. Dat was de onderlegger voor deze Prachtmarkt. We zijn gestart met een idee en gekeken wie hebben we nodig. Dat was eigenlijk het allereerste gebeuren van het geheel. Hoeveel tijd zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, de afgelopen 6 maanden heel veel tijd. Ik werk gewoon, ik werk gewoon 40 uur of meer. En daarnaast, nou, iedere avond zo. We hebben de website gebouwd, de nieuwe website gemaakt. Iedere keer bij elkaar komen, mensen uitnodigen, huurcontracten maken. Ja, heel veel uren, ja. Het resultaat mag er wezen. Ja, ik ben blij. Ik ben echt blij. We waren heel vroeg op vanmorgen. Om 6 uur ging mijn telefoon al. En we zijn gisteravond bezig geweest met opzetten en vanmorgen met vullen. En het loopt en mensen zijn tevreden en blij en het is droog. Dus ja, wat wil je nog meer? Het is compleet, het is goed. Fantastisch, gefeliciteerd met dit nieuwe evenement. Nou, dankjewel. We hopen volgend jaar weer. En van mij mogen er nog meer mensen komen kijken, want dat kan. En we hebben heerlijke dingen, mooie dingen, hele mooie kunstenaars, heel divers. Dus het is echt de moeite waard om te komen, vind ik.